Voorafgaande aan FC Groningen Sparta wordt Andreas Krankvist gehuldigd als C1000-speler van het jaar. Hij treedt daarmee in de voetsporen van onder andere Ronald Koeman, Michael Reiziger, Arjen Robben en Erik Nefland. When I turn, I see a little bit space. Thomas, he take the player out. I think it was Thomas. I see a little bit space and I go for it. I'm striker and my job is that I score goal. And if I score now a lot of goals, is good for me. Did you hear already something from the bondscoach, Slovenia? We just talk about it, something how I am and this kind of stuff. But yeah. That now it's on him if he's gonna call me or if he don't gonna call me. So we're gonna see. What do you think yourself? I don't know. Maybe yes, maybe no. I cannot tell you. It's not my choice. Bijna topscorer nog geworden. Ja, net niet hoor. Ja, maar de bal viel naast mijn voeten eigenlijk, dus ik schoot hem binnen. Maar je maakt hem af als een echte spits. Ja, dankjewel. Ik heb de doelpunt niet teruggezien. Het is altijd heel leuk om te scoren natuurlijk. We hebben onze doelstelling gehaald en daar gaat het om. Als je kijkt naar de eerste 6 maanden, hebben we niet goed gespeeld. En 2010, het is gewoon fantastisch voor ons en we moeten gewoon zo doorgaan. We wensen jou en jouw verdere voetbaltoekomst heel veel succes. Ook tegen jou zeg ik, het gaat je goed. Het was echt veel emotioneel. Past me. Ik ben op de hoogte dat ik wegga. Nu is het even moeilijk. Ik heb genoten 4 jaar hier en die tijd zal ik nooit vergeten. Wedstrijden tegen Partizan Belgrado en Fiorentina zijn onvergetelijk voor mij. Maar... Drong nu echt tot je door? Ja. Ik heb hier echt genoten. Het was fantastisch ervaring voor mij. Ik vind de mensen binnen de club en buiten de club fantastisch. Het is gewoon onvergetelijk. Voordat ik wegga, we gaan nog elkaar even zien op de grote markt en lekker feesten met Europese voetbal. Tot zo! Iedereen heeft gezegd, Groningen en dit en dat, maar je moet nooit opgeven en altijd geloven. Nu zien we dat we zijn heel dichtbij. Ja, je zei het net ook alweer, hè? Ik zie jullie terug op de grote markt. Ja, zo is dat. En jij ook met de grote champagne. Ja, ik sta er, absoluut. En desnoods 2. Oké, goed.